Na een goede 10 minuten wedstrijd een eerste kans voor Oudenaarde. Vervaken wordt diep gestuurd en hij legt de bal mooi in het hoekje. 1-0 voor de thuisploeg. Antwerp is van slag en Oudenaarde kan opnieuw dreigen. Maar Stijnmeer komt net tekort. Antwerp herstelt het evenwicht. Dom besluit op de lat. Antwerp drukt nu door. Opnieuw een bal die uiteenspat op de dwarslat. Bennassar in de herneming. Nog maar eens staat het doelkader in de weg. De tweede helft start met meer geluk voor de bezoekers. Een vrije trap wordt slecht weggewerkt. Larenberg maakt het mooi af. 1-1. Daarna valt de wedstrijd stil tot een kwartier voor het einde. Ditmaal is het Collin die het kader raakt. Uiteindelijk wordt de bal nog van de lijn gekeerd. Het zit Antwerp niet mee, want even later valt de goal aan de overzijde. Ben Ahmed zorgt voor de 2-1. Dat is de eindstand. Antwerp dreigt het seizoen te eindigen in de rechterkolom. Echt wel bitter. Het valt me enorm tegen. Maar ja, oké, het is zo. Ik kan er niks meer aan doen. Nee. Ja, ik zag je na de wedstrijd naar de supporters lopen. Ik weet, op persoonlijk vlak is er nog geen duidelijkheid voor volgend seizoen. Ja, er is wel duidelijkheid. Hè. Maar het is aan de club om dat mede te delen. Dus dat is niet aan mij. Maar ze moeten daar wel toch wel een beetje duidelijkheid in beginnen te scheppen. Mag ik dat als een negatief antwoord beschouwen? Dat mag je beschouwen zoals jij dat wil.